We zijn weer terug met een nieuwe vlog. We willen een paar dingen zeggen. Ja, we hebben wat prikjes er ook bij. Rick, laat je even zien dat jij filmt. Yo. Hey, wij hebben vorige dinsdag hebben we geen Crazy Chick dinsdag gedaan, maar dat kwam gewoon, we waren allemaal lui. En ja, we hadden er dan geen zin in. Als je er geen zin in hebt, moet je het ook niet doen. Maar we hebben wel gedaan. Nou, we hebben nog andere video's gemaakt, maar die hebben we niet geüpload. Dus dat gaan we nog doen. Rick, wat hebben we nog meer gedaan? Oh ja, we willen nog een ding zeggen. Justin wordt eruit gegooid. Hij zat er nooit in hoor. Ja, hij zat er eigenlijk nooit in, maar met één video zat hij erbij. Want hij was met mij aan het chillen, terwijl ik het niet wilde. Maar hij kwam bij mij aan de deur en ik ben niet zo van nee, weet je wel. Maar ik heb hem dus... Niet liegen. Maar ik heb hem dus binnengelaten. En we hebben Chubby Bunny Challenge gedaan. Jullie hebben hem dus één keer gezien, verder nooit meer. Nou, misschien als hij erbij is, twee maar dan keer. Hoort hij er niet met bij. Met hot paper... Oh ja, Hot Peeper Challenge, maar daar hoorde hij er eigenlijk ook niet bij. Maar hij was ik was het niet, dus hij is gevangen. Dus Rick was er niet, dus ja, hij verving Rick. En ik heb een nieuwe, ja, ik heb eigenlijk, wat moeten we het noemen? Boxie, spiekertje. Ja, oh ja, box. We hebben een kleine box, hij geeft best wel goed geluid. We hebben hem al een paar keer getest, ik heb hem vorig jaar. Oh, hij kan nog aan. Ik zet hem even uit, jongens. Hier, dan hoor je eerst dat, dan moet je hem nog even inhouden. Ja, zo is hij uit. Kijk, ik heb gewoon een nieuw boxje gekregen. Dus alvast voor mijn verjaardag. Ik ben 10 augustus geef ik mijn feestje. En 14 augustus ben ik jarig. En 15 augustus ben ik weg. Dan ben ik naar Frankrijk. Maar dit is hem dus. Je hebt gewoon mobiel hier. Nee, zaterdag toch? Je ziet gewoon dit. Hier, dat is... ja, zaterdag heb ik mijn feestje. En woensdag is het 14 augustus. Dus dan ben ik jarig. Maar dit is dus het boxje. Wacht, ja, mijn mobiel is leeg, dus ik kan het nu niet laten horen. Nou, je hebt hier gewoon aan- en uitknop. Het is allebei samen. En dit is gewoon harder en zachter. Dat is het eigenlijk. Want hier kan je nog, zeg maar, je hebt deze en dan heb je nog een boxje. Dan kan je het gewoon aan elkaar doen, dus daarom heb je dat. En een USB'tje, dus dan kan je hem opladen. Hij gaat 5 uur mee en dan moet je 2 uur opladen, dus dat is wel een tijdje. En je kan hem gewoon zo opbergen. Wacht even hoor. Ik doe het even zo en dan doe ik hem gewoon eronder. Zie je? Dus dat is heel gemakkelijk. Dus ik raad het je wel aan om te kopen als je een goede muziekluisteraar bent. Dus ja, ja, dit is hem. Verder heb ik niet zoveel te vertellen. Rick, heb jij nog wat interessante dingen gedaan? Ja. Ja. We hebben zitten een B-mixer. Ik film wel even. Nu ben ik te filmen. Oké. Op de crossbaan zijn we nu. Film maar even. Kijk maar jongens, we zijn hier op de crossbaan in Meidrecht. Als jij in Rondevenen woont, dan ken je het wel vast. Oké, en we voor de heb je niet zoveel gedaan? Nou, dus we hebben allebei eigenlijk niet zoveel gedaan. En André is er niet bij. Hij heeft een beetje hoofdpijn. Gisteren hebben we wat geschreeuwd en dingen. Dus hij is er niet bij. Als jullie de video nog niet hebben gezien van... hoe heet dat ding ook weer? Kutzooi. Oh ja, als jullie de video nog niet hebben gezien van de verlaten school waar we misschien in gaan. Dan moeten jullie die nog even kijken. En dan moeten jullie zetten in de comments. Hier kan het ook wel... Of jullie dat willen zien en dan gaan we dat doen. Nou, misschien gaan we dat sowieso doen, want dat willen we gewoon graag. Dus, Rick, heb jij nog wat te vertellen? Nou, oké, dus dit was de tweede vlog alweer. We bedanken jullie voor het kijken. Geef een like als jullie het leuk vonden. Abonneer het op ons als je dat nog niet gedaan hebt en als je dat wil. En ja, dan zien we jullie de volgende video terug. Later mensen.